vragen of jullie nu even met me mee willen doen. Het moet iets levendiger. Dus ik ga even een liedje zingen en dan gaan jullie allemaal even bewegen. I got the music in me. I got the music in me. I got the music in me. Allemaal! In de Westsafari reizen onze verslaggevers kriskras door de regio. Op jacht naar de mooiste verhalen. Vandaag zijn cameraman Arbel en verslaggever Rob in Leiden. De sleutelstad. Hallo! Deze bijnaam is te danken aan het stadswapen. Leiden is ook de geboortestad van Rembrandt van Rijn. De stad met de oudste universiteit van Nederland. En van de historische binnenstad met zijn mooie grachten. Zondagavond in Leiden. Het is stil op straat en ja, wat zouden we hier kunnen gaan doen? Is er nog iets leuks te doen behalve gamen in Leiden? Vanavond niet. Ja, zondagavond, dat weet ik niet zo goed. Helaas, sorry. Volgens mij is er niks te doen, toch? Veel. Saaie boel. Nee, dat niet. Maar ik, ik kom net naar bed. Dus... Hé, hey, wat is dat dan? Een hele stoet mensen. Ja, nee. Hallo. Hallo. Waar gaan jullie dan naartoe? Een trailer opnemen voor het Leids Filmfestival. Oké. En dat gaan jullie met z'n allen doen vanavond? Ja, zo rond de 30 man, geloof ik. Dit zijn allemaal figuranten. Ja, maar u bent de politieagent? Ik mag meedoen als politieagent. Er loopt ook een dominee rond. En hoe zijn jullie er dan bijgekomen? Ik heb het via Facebook gevonden, zeg maar. Mag ik heel erg jullie aandacht? Ik wil heel graag alvast met jullie het eerste shot gaan repeteren dat wij zo gaan draaien. Wat zijn jullie precies nou aan het doen? Wij zijn de trailer aan het maken voor het Leiden International Film Festival, waarvan dit jaar het 9e jaar is. Het is een kort filmpje van een minuut dat een soort hommage is aan Italiaanse filmklassiekers van de jaren 50. Wat moet je nou precies doen? Je moet zoekend naar de jongen met de trompet, moet je de steeg inlopen om hem achterna te gaan. Lifttrailer 2014, scène 3, A, take 1, Mark. Wat bezielt je om zo midden op de avond hier rond te lopen? Nou, ik doe het wel vaker. Ik figureer wel vaker voor commercials en films en dergelijke. Krijg je er nog wat voor? Eer en roem. Hopen we. Maar dat denk ik niet. Maar het is gewoon leuk. Ik wil vragen of jullie nu even met me mee willen doen. Het moet iets levendiger. Dus ik ga even een liedje zingen en dan gaan jullie allemaal even bewegen. I got the music in me. I got the music in me. I got the music in me. Allemaal! I got the music in me. I got the music in me. I got the music in me. Zoeken jullie nog een figurant? Misschien kan ik ook wel meedoen. Nee, je schuift lekker aan. Ja, oké, okay, gaan we doen. Dit is altijd mijn droom geweest om in de film mee te doen. Wat moet nou, ik doen? Vrolijk, energiek en zoeken. Zoeken naar de jongen. Speel je dat je helemaal aan de haak geslagen hebt? Ja, 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 ja. Hier zijn de camera gekomen. En cut! Hij deed echt geweldig. Ja, echt, je hebt talent, man. Hey! Ja, je weet hoe het gaat in de film. De filmster gets the girl. We gaan er vandoor. Het Leiden Internationaal Filmfestival is van 31 oktober tot 9 november. Tot slot nog even dit. Vandaag werd precies 93 jaar geleden de allereerste Missverkiezing in Amerika gehouden. Een parade van mooie dames waarbij de winnaar zich een jaar lang de mooiste van het land mag noemen. Wij vragen ons af, wie vind jij nou eigenlijk een lekker ding? Dat is moeilijk. Ga je wel vragen. Weet je, ik weet wel gezichten, maar dan weet ik geen namen erbij. Ja, hoe moest je dat nou zeggen? Nou, ik heb al zoveel mooie vrouwen in mijn leven gezien. Nou, ach, nou zeg Pieter, Pieter. Nou, nou zeg, dat weet je nog niet. In koffietijd zit er zo eentje. Vanmorgen was ze dan nog. Brad Pitt vind ik een lekker ding. Ik heb een goede man. Hij is toch helemaal niet grijs. Dus. Ryan Gosling. Gewoon een kennis van me. Was hij daar verliefd op? Nou, zeker. Zeker. Ja. Het gevaar, ik heb wel over de hele wereld mooie vrouwen gezien. Ik ben al 90. Dus dat heb ik wel meegemaakt, zou je zeggen. Maar de mooiste bent u meegetrouwd?
waarschijnlijk wel. Dat zou je nou niet zeggen. Ook een leuk idee voor de Westsafari? Mail naar westsafari@omroepwest.nl. En wie weet komen we bij jou langs. Tot morgen!